Goeiedag. We hebben te maken met stabiel winterweer, heldere condities en lichte tot matige vorst in de nachten. En dat betekende ook dat er weer geschaatst kon worden. Het was woensdagochtend een drukte van je welste op de ijsbaan in Winterswijk. Maar overdag dus weinig wind, flink wat zonneschijn. En dat liet het al een klein beetje lenteachtig aanvoelen. En dit plaatje vat dat sfeertje heel erg mooi samen. Maar de vraag is natuurlijk, gaat de lente ook wat eerder komen? Of moeten we daarvoor toch nog eventjes een klein beetje geduld hebben? En daarvoor gaan we eerst even in wat meer detail kijken naar de dynamiek in de atmosfeer. En daarvoor begin ik even wat hoger op zo'n 10 kilometer hoogte. En dan valt aan deze weerkaart van het Amerikaans weermodel gelijk al op dat die zogeheten straalstroom heel erg noordelijk ligt. En dat betekent dat wij in Nederland toch aan de relatief zachte kant van het spectrum zitten. En dat ook de meeste oceaanstoringen, die lage drukgebieden die boven de Atlantische Oceaan tot ontwikkeling komen, dat die door die noordelijke richting van de straalstroom afbuigen richting Scandinavië. Dus dat die landen echt de volle laag krijgen wat wisselvalligheid betreft. En dat het in onze omgeving over het algemeen wat stabieler is. Nou, blijft die straalstroom dan zo noordelijk liggen? De komende dagen zeker weten wel. Er komt eigenlijk vrijwel geen verandering aan dat patroon. We zien de hoogste windsnelheden hier in de buurt van IJsland. Ook de westkust van Noorwegen krijgt echt de volle laag. En aan de zuidflank van die straalstroom is het juist heel stabiel weer. We zien boven het Europese continent vrijwel geen hoge windsnelheden. Daar voeren hoge drukgebieden de boventoon. Over die hoge drukgebieden gesproken. Als we dan even gaan afdalen naar de luchtdrukverdeling op zeeniveau. Wederom een weerkaart van het Europees weermodel. Dan vallen die hoge drukgebieden ook weer niet te missen. Het zijn er meerdere hier ten westen van Ierland, zuidwesten van Ierland. En ook dieper hier in het Europees continent komen er overwegend hoge drukgebieden voor. Die vinden af en toe ook een verbinding met elkaar. Komen de regio's daartussen in een soort zadelgebied te liggen. En die lage drukgebieden bevinden zich helemaal in de uiterste hoeken van de weerkaart. Hier zo ligt er één en daar ten westen van Noorwegen. En daar bevindt zich dan ook de meeste neerslag. We gaan tijdelijk wel even een kleine onderbreking krijgen van die rust. Want dit lage drukgebied dat gaat gepaard met een heel inactief front in de vorm van een trog. Die zien we hier zo geleidelijk een beetje uitzakken. Dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. Zal bij ons donderdag iets meer bewolking opleveren en misschien op de Waddeneilanden een enkel spatje regen. Maar dat is allemaal van korte duur. Dat front dat trekt weer weg en daarna zijn het echt weer de hoge drukgebieden die aan zet zijn. Tijdens het weekend komt er boven Frankrijk een hoge drukgebied tot ontwikkeling. En al die lage drukgebieden zijn ver in de hoeken van de weerkaart verdreven. Nou, tijdens het weekend gaat er met die hoge drukgebieden geleidelijk wel iets veranderen wat positie betreft. Dat hoge drukgebied wat we hier boven Frankrijk zien liggen, die gaat namelijk aan het einde van het weekend geleidelijk wat in oostelijke richting wegtrekken. En dat betekent dat wij een verandering van de windrichting gaan meemaken. De wind gaat bij ons echt uit zuidelijke, zuidwestelijke richting komen. En dat betekent dat er ook wat zachtere lucht meegevoerd gaat worden. Dus dat de temperatuur in de lift zal gaan. Als we dan even het bruggetje maken naar de temperatuurpluim van het Europees weermodel, dan valt die temperatuurstijging ook hier direct op. We hebben eerst nog een koude nacht, de nacht van donderdag op vrijdag. Maar ook dan zien we al dat de temperatuur niet of nauwelijks meer onder het vriespunt uitkomt. Wel nog die dagelijkse gang die erin zit door die hoge drukinvloeden. Dus overdag warmt het op. Maar als het 's nachts helder is, kan de temperatuur toch wel weer onderuit gaan. En de wind, de hoeveelheid wind, de menging in de atmosfeer weer bepaalt dan of er wel of geen mist gaat ontstaan. Tijdens het weekend relatief veel bewolking, maar vooral zondag en maandag kan er in de nacht en vroege ochtend wel op wat grotere schaal mist of nevel ontstaan. Nou, en die zachte zuidenwind gaat de temperatuur dus vooral na het weekend wat verder doen oplopen. Komen we overdag in het meest warme geval net iets boven 10 graden uit. En als het zonnetje dan schijnt en er weinig wind staat, dan kunnen we het inderdaad wel lenteachtig noemen.
Nou, dat over de temperatuur. Blijft het weerbeeld daarbij dan ook stabiel? Die hoge drukgebieden zijn voorlopig nog wel even aan zet. En dat is ook terugvertaald in het neerslagsignaal. Eigenlijk tot en met het begin van volgende week vrijwel geen neerslag in de verwachting. Droge omstandigheden. En dan is het even de vraag hoe zuidelijk die straalstroom komt te liggen. Op het moment dat die wat naar het zuiden afzakt, dan gaat in onze omgeving de wisselvalligheid wat toenemen. Maken die oceaanstoringen iets grotere kans om wat neerslag te gaan brengen. Maar op het eerste oog zijn deze neerslaghoeveelheden niet echt noemenswaardig. Dus tot die tijd rustig en stabiel weer, vrijwel geen neerslag, weinig wind en dus oplopende temperaturen.